26, 120 vierkante meter aan spandoek. De grootste sfeeractie ooit in het Koning Willem II stadion. Met enkele clubiconen daarop, zoals oprichter Evert van Kuiken. De man met het standbeeld voor de deur hier, Jan van Roesel, de grootste Willem II'er ooit. Maar ook Jurgen Streppel met de promotie in 2014. Co Adriaanse met het behalen van de Champions League. En Frans Sol, die juicht in de arena voor het winnende doelpunt tegen Ajax in 2016. Het is fantastisch en het verdient meer dan een pluim. En gelukkig heeft de club zelf ook bijgedragen aan het 125-jarig jubileum. Want ze hebben besloten om een DJ uit te nodigen die tot aan de 125 decibellen kan gaan. Kortom, een echte degradatiekraker hier. Bij Willem II zien we Heerkes en Hoorkamp terug naar ziekte. Kabangu op de bank en Nunnely dus afwezig. De shirts zijn voor hem. Zware knieblessure. Rest van het seizoen en daarna ook uitgeschakeld. Svensson naar de rechtsbuitenpositie. En Crowley, de aanvallende middenvelder. Bij Heracles, Wahim geschorst. Sierra is toch meer de man achter dan naast Bakis. Want Wahim stond daar toch in die 4-4-2-formatie het vaakste naast. Dat betekent dat Hansson en Lauwersen aan de zijkanten blijven staan. En dat het vandaag iets meer op een 4-3-3 lijkt. Maar je weet bij Wormoed dat dat nog wel eens wil variëren. Het leeft hier in Tilburg. De mogelijkheid die er nog is voor handhaving. Maar daarvoor zijn wel veel punten nodig. Owusu. Weer Owusu. Poging nog aangeraakt. Svensson is daar door de benen van Rente zijn tegenstander kwijt. Maar dat laat Rente hem niet overkomen. Dat is te vernederend. Owusu. En de vuisten van Pukker zijn net genoeg. Die bal komt zomaar in de voeten van Svensson en die kan uithalen. Doet dat net naast. Dat is een grote kans voor Willem II. Weliswaar verkregen door een fout in de defensie bij Heracles. Maar die hebben bij Vlagen toch in die openingsfase best wel moeite met de hoge druk die Willem II probeert te zetten. En dan krijg je dit soort onverklaarbare ballen door het midden. Fadiga. De misser van Rente. En de felheid van Jonk levert Willem II een hoekschop op. Keulert neemt hem. En het is een goeie, maar een redding ook van Bukker. Rebound nog, weer Bukker. En dan blijft hij weer hangen. Oh, het is echt nu al degradatievoetbal op zijn best. Vechtend richting de openingstreffer. Maar Bukker is een sta in de weg voor Willem II. Fadika, bal blijft hangen. En dan Svensson met de poging. Weer een redding van Bukker. Want het wordt weer een corner. Wanhoop nu al nabij, want hij moet er toch een keertje in. Die lange bal van Wellenreuther. Fadiga wil daar niets fout doen. Maar ja, dat levert wel Willem II de bal weer op. Daarvoor de kopkans die er niet in wilde. Tot twee keer toe. Vierde hoekschop Willem II. En weer blijft hij daar hangen. En nu is het wel raak. Het kon niet uitblijven. Het doelpunt van Wessel Dammers. Als je op de basisschool de uitdrukking loon naar werken wil uitleggen, kun je het eerste kwartier van deze wedstrijd laten zien. En dan weet je wat dat betekent. Willem II krijgt dat hier. In de 15e minuut. Svensson staat daar toch aardig vrij. Jonk. Daar komt Willem II weer.
met Derek Keun. De wervel wint die Willem 2 heet. Komt op 2-0. En nu is het Jis Hoornkamp. Alles klopt tot nu toe voor de thuisploeg. De wervel wint aangezet door het uitverkochte huis. Svensson. En Jonk en Keun. Dan ligt die ruimte inderdaad daar voor Willem 2 aan de linkerkant. Hoornkamp moet er nog wel even tegenaan lopen. De man die kwam van Den Bosch in januari maakt zijn derde in de Eredivisie. Martin van Geel. Dan zouden de felicitaties al binnenstromen. Ik denk het niet, dat is iets te vroeg. Maar het gaat wel precies zoals Hofland het hebben wilde. Bukker zit daar helemaal mis. Was ook een slap balletje van Rente. Daar de kans op 3-0. Crowley doet dat niet helemaal goed. En dan druk je eigenlijk nog voorzichtig uit. Want hier had veel meer ingezeten. Echt veel meer. Het begint bij Rente. Achterin bij Heracles. Met dit vervelende balletje waarvan Hoogma zegt... Nou, keeper, doe jij het maar. Maar Bukker was daar niet zo zeker van. En dan levert het Willem II dit op. Alles lijkt ook te lukken. Crowley, Sadiki of Hoornkamp. Weer een kans op een derde treffer. De sliding van Qualiata levert uiteindelijk die kans op voor Hoornkamp. Maar die schiet wel recht op Bukker. Keulert, weer een kopbal en die gaat maar net naast. Het is echt prijsschieten. Want Dammers van 0 in iets meer dan een half uur bijna op 2 goals dit Eredivisie seizoen. Keun. Beetje van Keulert. Vlag blijft naar beneden. Achter het standbeen langs. Ja, echt alles lukt hier bij Willem 2. Maar erin wil hij er niet. Die derde dan, in ieder geval. Hoornkamp. Dammers, je ziet ze ook. Zichtbaar balen dat die derde er nog steeds niet in ligt. Fadiga. Dammers. Niet alleen in aanvallend opzicht, maar ook in verdedigend. Belangrijk. Zeker met deze actie. En het levert Willem II de tegenaanval op. Die soepeltjes verloopt tot nu toe. Keulert. Keulert. Leroy Owusu. Keulert kan uithalen. Heeft daar de ruimte voor in de korte hoek. Maar daar is Bukker. Grootste kans voor de Tilburgers in deze tweede helft. Is natuurlijk voor Keulert perfect dit. Kan naar zijn linker. Zijn schietbeen. Prima geplaatst. Hoogma. Een tweetje tussen Armenteros en Fadiga. Dan wordt toch even aan zijn arm getrokken. Opnieuw voordeel gegeven, maar het voordeel is er niet meer. Dus fluit Lindhout. Het is een hele logische beslissing van de scheidsrechter.
70ste minuut. Bakis achter de bal. Kwaliata er ook nog bij met eventueel zijn linker. Maar Bakis ziet er zo geconcentreerd uit dat hij wel eens de eerste zou kunnen zijn. In deze wedstrijd die een schot gaat lossen. Want dat heeft Heracles nog steeds niet gedaan. Sinan Bakis. En de redding van Wellenreuter. Als hij er moet staan, staat hij er dus. Goeie vrije trap van Bakis. Net niet genoeg richting de kruising. En daardoor perfect binnen het bereik van de duikende Timon Wellenreuter. Hansson. En Bakis heeft daar de kans. En Wellenreuter voor de tweede keer. Belangrijk voor Willem II. Alsnog een gele kaart gegeven. Sonnenberg, de invaller, is de eerste en misschien ook wel de laatste die geel krijgt. Lindhout heeft al heel snel genoeg gezien. En voor roekeloos gedrag past maar één straf. Geen geel, maar rood. Willem II heeft de buit binnen en heeft dat volledig verdiend. Want in de eerste helft ging het als een storm tekeer. En blies het Heracles omver.